Goedemorgen, het is vandaag maandag en Daan en ik zijn aan het shooten voor Momo. En dat werd tijd, want dat hadden we al lang niet gedaan. We zijn in het, hoe heet het hier? Het is een heel mooi hotel, ik ga het straks nog eventjes filmen. Aan het shooten. En ik vind dat Daan er zo mooi uitziet. Dit is, waar is dit jurkje van? Het is zo mooi. Zimmerman. Maar het is heel kort. Ik zie heel lekker. Het doorschijnt, zie je het? Oh ja, maar het is wel geila. Maar het is echt... Nee, ik vind het echt prachtig. Ik denk dat Pieter zo je ten huwelijk zou vragen als hij je zo zou zien. Nou schat, in dat geval even intunen. En dit is dan de kamer waar we intunen. Ik vind het een heel leuk behangetje voor het toilet. En dan heb je dit. Kleine living. Oh, dit is ook leuk, zo'n kamerscherm. Like it. En natuurlijk alles om van Momo. Zo, wow. Die echt hoog. Heb je dat gezien? Nee. Oh, wow. Nice. Wat is dit? Dit is voor kinderen. Anaalballen. Gisteren de hele dag geshoot voor Momo. Laat thuis. Gelijk naar bed gaan. Ik was zo moe, maar ik kon echt niet slapen. Ik heb echt de laatste tijd mega moeite met in slaap vallen. En toen was Sarah nog steeds heel ziek. Hele nacht eigenlijk ook. Dan hoeft ze zichzelf steeds wakker, maar eigenlijk is ze de hele tijd aan het slapen. En Irrit zit niet eens om wakker te blijven om te eten, zeg maar. Dus waren we vanochtend eventjes met haar naar de dokter gegaan. En die zou nog even in de gaten houden. Dus dat doen we nu, maar ze lijkt al, de koorts neemt nu steeds meer af. En ze lijkt al iets vrolijker te kunnen zijn en iets langer wakker te kunnen zijn tussen de slaapjes door. Maar ze slaapt nog wel echt superveel. En is gewoon heel hangerig en zo. Lars is net gaan trainen. Matthijs is hier, want ik heb straks een auditieachtig iets voor iets nieuws. En ja, dat moet ik dus even doen en dan daarna weer naar huis. En hopen dat ze een beetje... opgeknapt is. Ik ben op kantoor en er zijn aardig wat pakketjes. Want ik ben al denk ik 2 maanden, misschien 3 maanden niet geweest. Dus we gaan beginnen met unboxen. Met gevuld avocado. Bovenop een beetje jalapeno met een beetje salsa. Je hebt hier de truffel tempura. Ik ben na kantoor doorgereden naar de Red Sun in Blaricum. En Lars en ik zijn nu eten. En het is echt zo lekker. We waren hier nog nooit geweest. We gingen altijd in die in Amsterdam, maar die is weg. Dit is top. Ik ben thuis. Lars is eventjes met Lester Ajax Rio kijken. In Poesje krijgt het een flesje. Ik ben even spullen aan het uitzoeken. Ik was vandaag op kantoor en ik had zoveel pakketjes. Ik denk dat ik er nog nooit zoveel heb gehad. Ik heb denk ik nog nooit zoveel pakketjes gehad. En dit is wat ik ervan heb meegenomen uiteindelijk. En in deze doos zitten ook nog allemaal spullen. Die ik opgestuurd heb gekregen. Of die ik heb gekocht. Maar die ik eigenlijk vrijwel nooit gebruik. En morgen komt het leger dus wel spullen halen. Dus ik ga nu even alles ordenen in tassen. Oké, ik heb een soort systeem met spullen. Ik doe hier parfums in. Dit moet ik uitzoeken. Hier ga ik make-up neerzetten. Hier verzorgingsproducten, dit leger dus hels en dit weg. Laten we beginnen. Oké, we zijn druk bezig met uitzoeken. Maar ik ga even tussendoor ook de pakketjes laten zien. Die ik heb gekregen. Zo. Ik heb een pakketje gekregen van Tangle Teaser. Met echt super veel chille Tangle Teasers erin. En dit zijn echt mijn favoriete borstels. Ik gebruik ook de Maison in Person. Maar ik vind dit daarna de fijnste. Tenminste, die Maison is vooral heel erg overpriced. En het
Tenminste, echte kappers zullen zeggen dat het niet overpriced is. Maar het is gewoon veel geld voor een borstel. En dit is een hele fijne borstel die betaalbaar is. Het is ook handig om nat haar mee te wassen. Of nat haar mee te kammen. En er zat er ook eentje bij voor Mason. En eentje voor Sarah Lissie. Echt zo schattig. En voor Lars en Matthijs. Dus I like it. En super fijne producten van de Miss Dior lijn. Verder, allemaal foundations waar mijn naam in gegraveerd staat. Echt zo cool. En die zijn ook allemaal wel in de tint die ik kan hebben. Dus wat ik goed kan mixen. Soms krijg je van die perspakketjes waar dus eigenlijk heel erg veel kleuren in zitten. En dat is ja, op zich leuk als je bij een tijdschrift werkt. Of als je een beautyblog hebt waarin je dat dus allemaal goed gaat bespreken. En onder de loep gaat nemen. Maar ja, ik kan niet zo heel veel met een kleur 1. Maar ik kan ook niet zoveel met de kleur 10. Dus dat eigenlijk. Dus dit is top, want het is allemaal een beetje mijn kleuren. En foundation van Giorgio Armani. En volgens mij gebruikt Noor altijd foundation hiervan. Ik vind Dior foundation altijd heel fijn. Maar Noor die is echt helemaal fan van de Longwear High Cover foundation van Giorgio Armani. Dus die wil ik ook wel eens een kans gaan geven. Dan heb ik hier een soort ding van Dior. Een, wat is het? Je kan het als masker gebruiken, maar je kan het ook een soort age delay resurfacing water. Oké, geen idee wat dit precies is. Van Charlotte Tilbury, de Cleansing Ritual Miracle Spa in a Jar Duo. Dit is volgens mij om make-up eraf te halen. Ik vind echt die verpakkingen zo fabulous. I love it. Maar dit is volgens mij gewoon skincare om je huid schoon te maken. Dan hebben we hier een Instant Magic Facial Dry Sheet Mask. Ik ben van plan om vanavond lekker een maskertje op te gaan doen. Ik wil mezelf eventjes lekker in de vat leggen. Wil jij ook een maskertje op? Die heb ik al op. Okay. Het is mijn Magic Night Cream van Charlotte Tilbury. Ik moet zeggen, deze heb ik al wel zelf een keer aangeschaft. En die vond ik niet per se geweldig. Want ik vond hem heel erg vet en dat werkt niet echt voor mijn huid. Verder ben ik wel super enthousiast over de Magic Cream van Charlotte Tilbury. Want die is fabulous onder je foundation. Dan heb ik een mega leuk pakketje weer van de Koekoe Club binnengekregen. Nou, hier ben ik echt super enthousiast over. Ik ga er even voor zitten. Of tenminste poseren. Want het zijn dus echt van die fantastische bakjes die je altijd bij Amerikaanse YouTubers ziet. Ik ga dit helemaal lekker neerzetten in mijn badkamer. Dit is zo mooi. Oh, dan kun je zo lekker verzorgingsproducten erin zetten. Ik heb er alleen geen plek voor, dus ik kom boven de wc. En dan hier nog een lade. Echt, dit is toch heerlijk wat je altijd ziet bij Jeffree Star en zo. Ja, en dan op de achtergrond en dan alles helemaal zo georganiseerd. Love it. Ik vind de Koekoe Club zo'n leuk concept. Ik pak een soort van beauty trends over de hele wereld. En dat proberen ze een beetje te vernieuwen. En dan in een nieuw jasje te steken. Het ziet er allemaal super cool uit, de vormgeving. En dan brengen ze dat uit en dat kan je daar dus allemaal vinden. Dit is absoluut niet gesponsord, tenminste ja, ze hebben me dus producten opgestuurd. Maar ik ben echt zo'n fan gewoon van het concept. Ik vind het heel vet, dus ga even naar de koekoeclub. Volgens mij is het punt, ik weet niet, .nl.com. Zoek het uit, maar het is de moeite waard. Oh ja, ik ben hier zo benieuwd naar. Ik zat dus laatst op hun site en toen zag ik dit masker al. En toen twijfelde ik om het te bestellen en toen dacht ik nou, ik kijk wel eventjes. Maar dit is dus een chin and cheek lifting mask. Dit is toch gek. Ik ga dit echt uitproberen. Ik ben zo benieuwd hoe dit dan in zijn werk gaat. En Mitzi, die is dus volgens mij een koekoe, I don't know, expert of zo, iets. En die had dus dit masker geprobeerd. Dus ze zei dat je dus echt een soort van magneetjes voelt op je gezicht. Dus we zullen het allemaal zien. Dan fur oil. Dit is volgens mij een soort van multifunctionele olie. Nog heel veel make-up van Charlotte Tilbury. Jo Malone, Dior. Oh nee, dit is Margiela. Ik vind deze parfum zo fijn. We hebben er dus een stuk of 8 of zo op het toilet staan.
Maar ik vind gewoon die flesjes, het hele concept zo cool. Het is zeg maar, nou het concept is dan replica. En dan heb je dus de originele geur. En dan proberen ze een geur na te bootsen. Van bijvoorbeeld een dagzeilen. En dan hier Under the Lemon Trees. Het zal best wel een frisse geur zijn. En dan staat er ook bij of het voor mannen en vrouwen. Of alleen mannen of alleen vrouwen is. Ja, wat de fragrance description is. Dus ik vind het gewoon, ja, super leuk. Dus ze hebben heel veel verschillende. Bij de Fireplace is een van mijn favorieten. Die is heel erg warm en een soort van zwaarder. En dan heb je dus Sailing Day of zo. Die is heel licht. Maar dit, ja, I like it. Zo'n fan. En kleding van Vincino. Super leuk voor Sarah Lizzie. Dit is toch te schattig. Als hier dan. Oh. Oh mijn god. Lars is dus deze wedstrijd kijken in een kroeg hier in de buurt. En ik zette letterlijk even de tv aan. Want ik dacht even kijken hoeveel het staat. Gewoon binnen 20 minuten 0-2 voor Ajax. Dus het is echt bizar. Never verwacht. Maar goed. Ik hou mijn bek wel voordat ik straks echt mijn boze Ajax fans heb. Van hoe bedoel je niet verwacht. Ik ben verder met opruimen. Ik heb hier allemaal superleuke dingen voor een huis van Made.com. Een nieuwe soort van krultang. Heel veel make-up van Benefit. Oh ja, deze super, super, super leuke fans voor Sarah Lizzie. En ze zijn dus gecustomized. Oh, dit is zo schattig. Ik kan het niet aan. Dit is zo lief. Oh my god. Hydrofiele doeken van Chewies and More. Altijd handig, inderdaad. En heel veel make-up dingen gewoon eigenlijk. En hier dus dingen van Made.com. Vind ik echt een superleuke site ook. Met hele leuke interieur dingen. Zo, alles goed gesorteerd. Spulletjes voor het leger des hels. En nu dit weer eventjes mooi opruimen. En bedenken welk maskertje ik op ga doen vanavond. Mijn nagels zijn echt een drama. Dus ik ga even ze lakken met een lakje van Essie. En het is Roses Are Red. Nou, helemaal top en scherp gesteld. Goedemorgen, ik heb nog steeds echt een heel ziek smurfje thuis. Ja. We houden er vandaag weer thuis. Ik heb alleen wel podcastopnames. Nou, goedemorgen dus. Ik heb vanochtend nu even dit oogmasker opgedaan. Dat was gisteravond. Sarah Lizzie is nog steeds ziek. We hebben vandaag opname een soort podcast hier thuis. Ze is een beetje een dingetje, want we kunnen haar nu niet ja, ergens heen gaan slepen, omdat het zo zielig is. Dus dan hopen dat het qua geluid, dat ze dan niet ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat ze lekker even een dutje kan doen terwijl wij aan het opnemen zijn. Dat zou echt perfect getimed zijn. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb een shirt aan van Saint Laurent en deze legging van Most Wanted. En ik ben zo blij met mijn korte haar nu dat het gewoon veel makkelijker is om je klaar te maken. In plaats van dat ik uren bezig ben met mijn haar. Het is zo chill. Ik heb vandaag opnames gehad met Jessie, Maya en met Masha. Dus dat was heel leuk. De podcast staat nu ook online, dus die kun je checken. Die is gisteren online gekomen. Lars even eten halen. En Sarah Lizzie heeft letterlijk de hele dag geslapen. Ze zal het al nodig gehad hebben, maar ze is letterlijk, ja, als je haar uit bed haalt, dan kan ze een minuut wakker zijn en dan slaapt ze weer eigenlijk. Dus ja, het is nu 6 uur. Ze moet over een uur eigenlijk echt normaal gesproken naar bed. Ja, ik hoop dat ze dan de nacht ook een beetje wil doorpakken, maar ja, I don't know. Ik denk dat ze het dan maar gewoon nodig heeft. En ik hoop dat ze gewoon een beetje opknapt. Oh, we hebben heerlijk zwarmen gegeten. Volgens mij doen wij dat echt iedere week. Een snoetje was toen aan het huilen, dus dat Lars er gepakt. En toen keken we even niet en toen dit. Wakker.
Marcia had vegan cookies gemaakt, chocolate chip, en was echt zo lekker. Ze viel een beetje uit elkaar, maar het was echt, ach, de smaak, heerlijk. Het is een soort cakeje geworden bijna. Dit is letterlijk nog nooit gebeurd in de 2,5 jaar dat Lars en ik gaan. Ik ben zo moe dat ik gewoon naar bed ga en hij gaat altijd eerder naar bed. Of hij is altijd degene die zegt, kom, we gaan slapen. Ik hou het gewoon niet meer langer voor om wakker te blijven, ik ben kapot. We zijn weer onderweg naar de dokter, want het gaat nog steeds niet echt beter met kleine Frummy. Ik ben weer bij aan Jessica geweest. Ik was even, ja, ik ben anderhalf week niet geweest. Ja, maar het gaat heel goed. Ja, het gaat heel goed. Heel goed, toch? Ja. Ik ben echt blij. Mijn benen zijn echt een stuk beter gewoon. Nee, hij zit echt vertrouwd. En mijn buik gaat ook een stuk beter. Ik moet gewoon eigenlijk alleen nog... Klein vetrandje weg. Ja. En dan komt het allemaal goed. Top. Ik ben dat echt gaan drinken door Gio Mitchell. Altijd ginger ale met munt laden. Ja, ook. Ik ben even bij Van Dam met Kiana. Het smaakt. Ik ben weer thuis en ik had op bol.com allemaal stickers besteld. En die ga ik nu op mijn koffer doen. En Sarah Lissie is beter aan het worden, gelukkig. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En Lars heeft vanavond de wedstrijd. De camera is helemaal smerig. Oké. Okay. Hebben jullie het afgesproken dat jullie ineens blij gaan doen? Wij zijn heel opgevrolijk, alleen jij niet. Hè? Ja, serieus, de camera is weer aan. Houd toch op. Oké, nou, we gaan lekker ontbijten in ieder geval. Oké, vandaag was een soort van drama day. Want die kleine is nog steeds ziek, maar wel een stuk minder erg dan dat ze was. Ik ben even een crempje aan het uitsmeren. Ze is niet super gezellig. Ze heeft eigenlijk alleen maar gehuild de hele dag door. Kiana was er vandaag eventjes gezellig. Voor de rest heb ik alleen maar thuis gezeten. Probeer ik een beetje op te ruimen en te doen. Maar ben ik echt super fitloos zelf. Omdat de nachten ook niet echt geweldig zijn. Lars heeft vandaag een wedstrijd, dus die is er niet. En Matthijs is er wel de hele dag, gelukkig. Maar goed, het is dus echt een beetje een dagje thuis rotzooien. En een beetje crèmpjes tegenkomen terwijl ik de badkamer aan het opruimen ben. En die dan op mijn gezicht smeren. Dus, dat zit eigenlijk. Ik denk dat ik er heel erg vroeg in ga vanavond. Ik heb dus van de week weer mijn nagels gelakt voor het eerst in 100 jaar. En na één dag zitten er dan alweer chips in. Dus dat is ongeveer wel een reden waarom ik denk, ik heb geen zin meer om mijn nagels te lakken. Maar ja, het ziet er ook weer zo zwerverachtig uit. En voor de zoveelste keer heb ik mijn badkamerlaadjes opgeruimd. En allemaal shit weggegooid. Ik ben benieuwd hoe lang het nu netjes blijft. Toch maar weer mijn nagels gaan lakken. Met dit kleurtje van Essie. Het heet, hashtag Essie Love. Matthijs heeft wraps gemaakt met biefstuk en komkommer. En wat zit er nog meer in? Sojasaus, gember, knoflook. Nou, die sprietjes, wortel en? En kool. Kool, echt lekker. Goedemorgen, inmiddels is het zaterdag en die kleine worm is nog steeds niet beter. Dus eigenlijk, ja, zondag ben ik teruggekomen. Toen was ze eigenlijk gelijk ziek. En het is nu inmiddels weer zaterdag, dus het is echt wel 6 dagen niet herzelf. Dus dat is wel een beetje vervelend, vooral voor haar natuurlijk. Maar ja, ik hoop dat ze een beetje opknapt dit weekend eigenlijk. Ik vind het gewoon, ik wil er gewoon weer zien lachen en zo. Maar goed, ze slaapt dus heel veel, dus ik heb tijd gehad om mezelf mijn gezicht onder te verven. Ik ga nu even mijn haar doen. En ik heb een soort nieuwe krultang. Dus die ga ik even uitproberen. Ik weet eigenlijk niet
Ik had hier nog nooit van gehoord of gezien. Maar het ziet er wel mooi uit. Dus laten we kijken. Oké, nu met mijn korte haar denk ik het beste gaan voor deze. Echt mooie vormgeving. En dan zit het hoofdstuk. Tenminste, ja. Oké, dit gaat niet met de camera aan mijn hand. Oké, in ieder geval laat hij heel snel op. Hij is echt... Tenminste, laat hij snel op, wordt hij snel warm. Ik ga het even hier zo voor de spiegel doen, want in de badkamer maak ik misschien te veel herrie. Oké, als ik de krultang dus 10 minuten vasthoud, krijg ik zo'n krul. Dat is vrij heftig. Dus. Oké, het is niet helemaal een succes, want ik probeer het dus te doen, maar mijn haar is best wel kort nu. Dus die pluk aan de achterkant kom ik gewoon niet bij met die krultang. Dus nu heb ik voor de helft gekruld haar, voor de helft niet. Oké, nu is het dus zo een beetje volume achtig, maar ik hoop dat het er van achter niet heel erg kut uitziet. En dan, ja, is dit het, I guess. Ik ga even ommeten. Zo, ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb een shirt aan van Burberry en ik heb deze super leuke legging aan van Most Wanted. En mijn nieuwe Dr. Martens, die had ik van de week besteld. En ik had al die ene met glitters, maar die hadden geen rits, dus die waren eigenlijk echt super kut. Maar deze vind ik wel heel leuk. Like hem. Oké, we gaan even een kusje halen met deze Leon Nugget. Even lekker een broodje met kibbeling. Yummy, 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 yum. Je moet wat op je zaterdagmiddag. Oh, heerlijk. Allemaal lekkere vissies. Ik vind het dus altijd heel leuk om naar mukbangs te kijken. En ik wil er volgende week eentje opnemen met Matthias Geuze. We zitten nu ook te vreten. Alleen, ik heb zo snel zitten bunkeren dat ik alweer vol zit. Dus het heeft nu niet zoveel zin. Maar, wat zullen we eten dan? Chicken nuggets. Nee, we kunnen ook gewoon vegetarische mukbang doen. Zou kunnen. Hoezo kom je hier ineens op? Omdat ik dat nog nooit heb gedaan. Laat staan. Je hebt überhaupt nog nooit een mukbang gedaan. Dus wat vind je het allerlekkerste eten dat er bestaat? Het ligt aan mijn mood. Maar ik vind... Als we een mukbang moeten doen, het liefst iets van de kleine tapas dingetjes. En zo weet ik veel. Kleine tapas dingetjes, oké. Okay. Nou, als jullie betere suggesties hebben, laat het even weten in de comments. Toch niet zo leuk. Nou, ze is echt een vampiertje met dat capeje. Goedemorgen, het is zondagochtend. Gisteren naar Fashion Week geweest. En ik ga nu even snel naar Lester en Christy. Want ik heb Lexi echt nog maar één keer gezien. En sinds ik terug ben naar Sarah Lizzie was ziek. Dus gelukkig gaat ze nu een stuk beter. Ze was hartstikke vrolijk aan het lachen net. We waren net in bad. En nu ga ik even snel naar Lexi. En dan boodschappen doen. En dan lekker een chill dag thuis. Wasjes draaien. Als het goed is komen stempen. Ola en dan niet langs. Gewoon lekker zitten, vreten en gereed doen. En
Lars en Mees gaan naar Ajax, maar het is echt zaad weer. Dus zij liever dan ik. Ik ben vanochtend even naar Gelderlandplein geweest. En langs bij Lexi. En zijn religie gaat echt zoveel beter. Ze is weer gezellig en we aan het lachen. En zus is er. Piep piep! Eindelijk weer. Dus ze kan weer een beetje actief zijn. Het is zondagavond. Het huis is weer leeg. Ik ben zo ontzettend moe. Ik ben net in bad geweest. Ik ga even mijn make-up helemaal eraf halen. Oh, en dan ga ik lekker in bed liggen. Het is letterlijk pas 8 uur. Lars en Mees zijn nog niet eens thuis. Maar ik ben echt zo kapot. Oh. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik ben me bewust van het feit dat de vlog vorige week volgens mij best wel kort was. Dus ik pak gewoon even deze dag mee. En dan ga ik vanmiddag editen. En dan upload ik hem vanavond. Maar ik had vandaag eigenlijk opnames. En die zijn afgezegd. Wat eigenlijk heel chill is. Want nu kon ik zeggen dat ze gewoon lekker nog een extra dag thuis houden. En ga ik straks met haar en Matthijs eventjes richting Amstelveen. Gewoon even lekker een chill dag. Dus echt, het kwam echt zo'n perfecte timing. Vorige week was het gewoon echt best wel hectisch. Maar ik heb weinig gefilmd. En I don't know. Het was gewoon echt even heerlijk dat het eruit was gehaald voor vandaag. Dus we gaan gewoon even lekker een dagje een beetje niksen en rommelen rondom huis. Maar ik wilde niet de hele dag thuis blijven. Dus we gaan nog wel eventjes de deur uit. Ze heeft een heel leuk outfitje aan vandaag. Ik ga het even laten zien. Ik ga even snel een crempje opsmeren. En that's it. Ik ga me verder ook niet bijzonder klaarmaken of zo. Gewoon even lekker helemaal niks. Hey snoetotje, heb je een lekker bodywarmertje aan? We zijn weer thuis en ik had eventjes een nieuw dekbedovertrek besteld. Want ik heb deze week een shoot voor NC en het gaat ook over de slaapkamer. Dus ik dacht, wat is nou mooi erbij? Ik kreeg ook veel vragen over mijn dekbedovertrek met die streepjes, die roze. Die is van H&M Home en deze trouwens ook. Het is gewoon een lichtroze linnen dekbedovertrek. En ik dacht dat het wel leuk was met die stoel naast mijn bed en dan een beetje de muur. En met deze kastdeuren, zeg maar. Dus die ga ik zo eventjes eromheen doen. En verder heb ik wat leuke dingen gekocht bij de Zara. En ik heb deze heerlijke donuts gekocht. Oh, deze zijn zo lekker, die Boston Cream. Echt mijn favoriete. En deze voor Lars. En, oh mijn god, Lars is dus net opgeroepen voor een wedstrijd in Zuid-Afrika. Hij speelt, of tenminste, zijn nationaliteit is ook Zuid-Afrikaans. En zijn vader is daar geboren. En hij is opgeroepen voor het nationale elftal van Zuid-Afrika. Dus dat is echt super, super, super leuk. Maar betekent wel waarschijnlijk dat hij de hele week weg gaat zijn. Maar echt zo blij voor hem. Dit is echt, ja, hij is volgens mij 2 keer eerder opgeroepen. En nou, we dachten dat het nu wel een beetje stil zou zijn rondom dat team. Maar gelukkig niet. Dus ik ben echt super blij voor hem. En hij is zelf ook echt FaceTime met Nancy Grijs. Kon gewoon niet van zijn gezicht. Dus we gaan vanavond lekker uit eten om het te vieren. En ik had het zo niet verwacht. Het is even zo'n goede vibe weer. Dus ja, top. Ik ga even laten zien wat ik bij Zara heb gekocht. En daarna ga ik deze vlog editen. En dan komt die online. Dus ja. Oh, ik zie er echt uit als een zwerver. Ik moet ook echt even grondig mijn haar gaan doen. Oké, leuk. Ik heb een mooi, simpel basic zwart topje. Vind ik mooi met een high-waisted broek. En dan dit soort van jasje. Van spijkerstof. En die is heel leuk met overknees. Dit mooie jurkje voor in de zomer. Vond ik echt prachtig. Dit zou ik dan zelf niet zo pakken, maar als ik zag het in mijn paspoort hangen. En toen dacht ik, wow, echt mooi. Dus het is echt alsnog dat het heel erg werkt. Als iets op een paspoort hangt. Oh, waar stuurt dat hij zo blij is. Ach. Te leuk. Oké. De rest eigenlijk. Nee, ik heb niet zo heel veel. Oh ja. Nou.
Ik heb nog een broekje van Sarah Lizzie. Ik vind dit echt super fijne broekjes met zo'n sokje eraan. Omdat ze altijd al haar sokken uittrapt. Dus dat is wel fijn. Dit t-shirt. Gewoon basic. En een basic V-half t-shirt. En dan een leuk joggingpakachtig ding. Zo. Dus die vond ik ook leuk. Oké, ik ga even snel mezelf fixen en dan de vlog editen. Hartstikke bedankt überhaupt voor het kijken naar deze video. En ik zie je volgende week weer. Zondag podcast, maandag vlog. Doei!